Frits van Oostrom is een coryphee van de Nederlandse wetenschap. Met zijn boeken over de middeleeuwse Nederlandse literatuur zorgde hij niet alleen voor belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar bereikte hij ook een breed publiek. Op 12 mei 2023 neemt deze meester van de middeleeuwen afscheid van de universiteit. Daarom een gesprek over de drie V's: verantwoordelijk, verleidelijk, vakkundig. Verleidelijk. Over kennis als lust, het woordje ik in de wetenschap en wat Reinhard ons leert over de politiek. We zijn hier op jouw werkkamer en daar hangt je aan de muur hangt een foto van de roemruchteavond. de avond. Uh, uh, wanneer was dat? Uh, in welk jaar was dat ook alweer? Nou, dat, uh, het was eind oktober 1996. 1996. denk ik de 25ste oktober. Oké, okay, dat is misschien ook niet het allerbelangrijkste. Nee. Uh, in ieder geval de roemruchte avond dat uh, aan jou de ACO-prijs, was het, meen ik, ja. werd toegereikt. En er was een bommelding in de studio, zodat iedereen... Op straat stond. Ja, uh, in vereniging. de beurs van Berlaag. Dus de, de, de bijeenkomst was in de beurs van Berlaag. Ja, Hartstikke oké. mooi in Amsterdam. Ja. En dat zou live op tv worden uitgezonden. Zoals in die tijd nog uh, gebruikelijk mm. was. De mm. ACO-prijs was echt een uh, event. We hadden ook nog niet zoveel netten op tv. Dus Sonja Barend die dat altijd presenteerde. Voor een miljoenen publiek, hè, Want er waren minder nette, dus ja. minder dun uitgesmeerde kijkers. Ja. Uh, publiek uh, dat je nu alleen nog maar met podcasten bereikt. <laughs> mag ik hopen. En uh, nou, enfin, uh, uh, er waren zes genomineerden, zoals altijd, van wie ik er één was. En dat was al heel opmerkelijk, natuurlijk. Een boek over Jacob van Maarland, boek van 500 bladzijden, ook nog eens een keer genomineerd voor een literaire prijs. Dat, ja. dat was eigenlijk al uh, verrassend genoeg. En uh, een kwartier voordat de uitzending begon, uh, live vanuit de beurs van Berlage, komt daar de stereotype, de ideaal typische Amsterdamse commissaris binnen uh, in vol ornaat. En die zegt, dames en heren, er is een bommelding en ik moet u verzoeken om het pand ordentelijk te verlaten. Ja. En toen heeft de vara ter plekke besloten om een camera mee naar buiten te smokkelen, wat helemaal niet mocht. Want stel je voor dat die bom in die camera had gezeten. Maar goed, ze hebben het gewoon gedaan. En toen hebben ze de uh, ACO-uitreiking uh, uh, live vanuit het Damrak. En uiteraard niet in een uitzending van een uur, maar, maar in, in zeven minuten of zo. Op tv gedaan. Op zaterdagavond op het Damrak in Amsterdam. Er was ook nog kermis op de ja. Dam. Dus dat was een iets andere ambiance dan de bedoeling was. Maar uh, mede daardoor trok het geweldig de aandacht. Er hebben ook columnisten geschreven. Het is nog nooit zo interessant geweest. Eindelijk gebeurde er eens wat bij die literatuur. Ja. En toen bleek ik Popdorie ook nog de winnaar uh, te zijn. Dat was natuurlijk wel uh, ja, ongelooflijk. Ja. Ja. En wat betekende dat? Was het, was het ook jouw ambitie om schrijver te nou, zijn? die schrijfdrang in die zin? heb ik altijd gehad. Hè? Dus, dus uh, uh, wat zegt Annie M. Gesmiet ook alweer, Spint Sebastian? Uh, ik, ik voel zo'n vreemde drang van binnen, hè, uh -huh. tot het weven van een web. Kijk, en toen het daarmee afgelopen is. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Uh, dus die schrijfdrang. Is altijd sterk bij mij geweest. En ook wel de drang of de ambitie om een breder publiek dan alleen maar de collega's te bereiken. En dat kan je aan Marlands wereld ook wel zien. Uh, maar dat je daarmee een literaire prijs zou winnen, ja, dat, uh, dat was toen nog uh, uh, buiten mijn voorstellingsvermogen. En gelukkig ook maar. Want uh, als je zo gaat schrijven, dan uh, ben je ook weer ver heen, volgens mij. Maar uh, om er toch nog ook één ding over te zeggen. Ik heb dus jarenlang in Leiden colleges gegeven ook over Jacob van Maarland en werkgroepen. En studenten geprobeerd mee te nemen in het onderzoek daarvan. En volgens mij, uh, of althans er waren genoeg studenten die dat, die dat interessant vonden. En ik heb ook heel veel te danken aan die werkgroepen. En als je in de noten kijkt, wordt daar gelukkig ook en terecht netjes verantwoording van afgelegd. Wat ik, wat ik aan al die scripties en zo ook dank. Want die, die hebben ook werk verzet daarvoor. Uh -huh. uh, maar goed, toen had ik dus al het materiaal en zou ik het boek gaan schrijven. En ik weet nog dat ik toen tegen Marj Spijkers, de uitgever, zei van uh, zeg eens uh, nou vanuit jouw uh, vak, uh, hoe dik vind je dat zo'n boek moet zijn in de markt? Niet dat ik alles kan leveren, hè? Uh, zei ik. Uh, als je zegt 100 bladzijden, dat kan gewoon niet, daar heb ik veel te veel voor. 200 kan ook niet, uh -huh. maar 3, 4, 5, 600, ja, daar kan je iets over afspreken. En uh, toen zei hij tegen mij, uh, maakt me niet uit. Maak maar zoals jij denkt dat het goed is, ik geef het uit. Een geweldig teken van vertrouwen. Hè? En dan kan je achteraf zeggen, nou, uh, dat heeft ook hem geen windeieren gelegd. Het boek is door die aankoopprijs enorm gaan, uh, gaan verkopen. Maar op dat moment nam hij toch als ondernemer het risico. Want ik kwam vervolgens aanzetten met een boek van meer dan 500 bladzijden. Over een dertiende-eeuwse dichter. En dat is eigenlijk... Als ik er nu zo over spreek, weer een voorbeeld voor mij van. probeer toch in eerste instantie het zo te maken. of de dingen te doen waar je zelf in gelooft. En, en hoop er dan op. en ik zou bijna zeggen, vertrouw er dan op. dat er wel mensen zullen zijn die dat zullen herkennen en, en waarderen. Uh, mijn, mijn, ja, een van ook een groot, iemand die ik zeer bewonder, Robert Caro. Eh, Amerikaanse non-fictieschrijver. Zijn, zijn eerste grote boek over Robert Moses. Een man die in New York de hele infrastructuur eh, heeft eh, uit de grond gestampt. zonder ooit eh, publieke verantwoording daarvoor af te leggen. Inclusief alle racistische principes die hij daarin doorvoerde. Nou ja, verhaal op zichzelf. Dat boek waar, waar Caro mee aankwam, dat was toen. Eh, 350.000 woorden te dik, mm -hmm. hebben ze eruit geresteerd, nog een boek van, ik meen, 800.000 woorden. En dat geldt als een, uh, als een meesterwerk. Dus uh, ik ben er heel erg van overtuigd: het goede aanbod creëert de latente vraag. Die vraag is natuurlijk latent. Er zegt niemand in het brede publiek: Goh, een boek over Jacob van Maarland. Daar heb ik nou eens echt zin in. Maak dat voor mij. Maar volgens mij, nu, ik denk dat je het nu te veel naar een bepaalde kant trekt. Namelijk, dit is wat ik mooi vind en leuk vind. En dus dan gooi ik dat naar de wereld. En dan pakt de wereld het wel of niet op. En dat moet ja. de wereld zelf maar weten. Maar je doet ook wel degelijk je best om ja, mooi en aantrekkelijk en ja. interessant... Wat is eigenlijk daar het beste? Ja. Mooi, aantrekkelijk, boeiend, interessant? Boeiend. Uh, wat ik toch ook altijd tegen studenten zeg. Het allereerste is helder. Als het proza van studenten of van wie dan ook niet helder is, dan zijn we sowieso uitgepraat. Ja. Maar mag het zijn, ook boeiend. En daar moet je inderdaad dan iets voor doen. Overigens, dat hoeft niet, hè? Heel veel wetenschap. En maar wat is boeiend? Wanneer is iets boeiend? Ja, dat is dus voor de lezer. <laughs> voor de lezer die je beoogt. En als je dus alleen maar voor vakgenoten schrijft, waar ik diep respect voor heb, en de, de kern van wetenschap is dat, hè? Niet maar wereld, maar uh, het boek over de 13e-eeuwse voornamen in uh, de Lage Landen. Dat, dat is de kern van de wetenschap. En uh, dankbaar kan ik daar dan iets, iets meer publieks mee doen, met die, met die kennis. Dus het hoeft niet. Het is helemaal niet de norm. Maar als je dat ambieert, om dat bredere publiek te bereiken... en ik denk oprecht dat iemand als Jacob van Maaland of de Reinhardt... of ga zo maar door, misschien zelfs eigenlijk alles wel... verdient een breder publiek. Omdat alles, als je er goed naar kijkt, toch eigenlijk ontzettend boeiend mm -hmm. is. Ja, dan moet je ook wel een beetje doen wat daarbij hoort. Nou neem ik de lezer wel, denk ik te mogen zeggen, heel serieus. Het is ook weer niet zo... Ik sla geen kleutertoon aan. Uh, het, het is nog altijd een boek van 500 bladzijden. Dus je mm -hmm. moet echt wel uh, zin hebben in zoiets. Ik kan ook perfect voorstellen dat mensen daar helemaal geen zin in hebben. Mm -hmm. Gelukkig zijn er een hele hoop andere boeken. En ook films en weet ik wat niet allemaal. Mm -hmm. Dus je hoeft het niet te lezen. Maar dan leert toch de ervaring dat er toch heel veel mensen zijn die daar. Wel degelijk plezier aan beleven. Terwijl dit in marketingtermen, dat hoorde ik ooit, zit het niet bij need to know, want je hoeft het helemaal niet te weten. Maar het is wel very nice to know. Ja. En de mens heeft een, een vermogen, een enorm vermogen, om plezier te hebben aan kennis. Dus ik heb ook wel eens ergens een verhaal gehouden onder de titel Kennis is lust. He, we zijn natuurlijk heel erg overtuigd, kennis is macht. Dat is ook zo. Maar het is ook lust. Ja, en mijn favoriete voorbeeld is altijd de natuurfilm. Heel eerlijk gezegd ben ik zelf niet een natuurkenner. En misschien ook nog niet eens... Ja, natuurlijk hou je van de natuur, maar, maar niet iemand die daar heel erg mee bezig is. Maar als ik een natuurfilm zie op tv, dan word ik vaak toch gegrepen. Ook omdat het zo goed in beeld gebracht wordt. En dan denk je, godverdomme, penguins. Dat zou je zijn, zeg. Wat een, wat een fascinerende wereld. Of mierenkolonies, of nou ja, whatever. ...der nature bloemen. Ja, het ja, aardige is dat ja. Marland... Dat, ...dat heb ik altijd interessant vonden. ...dat Marland zelf... ...was natuurlijk ook een voorbeeld... ...van iemand die... ...misschien nog wel meer een voorbeeld van iemand... ...want wat hij deed was geen... ...hoe uh, noem je dat nou ook weer daarnet? De kern van de wetenschap? Nee, geen grensverleggende wetenschap. Nee, zeker niet. Uh, maar het aan de man brengen... Ja, ...van, ja, uh, van ja. wat ja. er allemaal was. Ja. En uh, waarbij vorm... Belangrijk is ja. in zijn geval bijvoorbeeld simpelweg dat het op rijm Zeker. geschreven Zeker. is. Helemaal, waar. Helemaal He? waar. Wat voor een boek als Der Naturenbloemen, zijn biologieboek, ik geef het je te doen... om een natuurencyclopedie op rijm ja. te maken die ook nog echt informatief is... en niet alleen maar een beetje onderhoudend. Ja. Maar dat lukte hem wel. Ja. En, wat, en ja, nu schrijven we niet meer op rijm, maar wat zijn, wat zijn, de, wat zijn de tips? <laughs> ja... Je <laughs> hebt nu uh, ook een uh, boek van, van 500 uh, pagina's. Uh, ja, nou, van heel veel dingen weg, ben ja. ik me helemaal niet bewust. Hè? Dus, dus uh, maar wat zou het bij mij zijn? Uh, ik maak, en dat zou ik zeker niet als tip willen geven, maar dat is wel zo. Ik maak vrij lange zinnen. Uh, maar wat dan misschien helpt om ze verteerbaar te maken, is dat ik denk ik wel of schoon ik dus zelf geen enkel instrument kan spelen... dat de ritmiek in die zinnen wel vrij belangrijk is. En dat is nou, als je me nou bevraagt naar, de, naar de, de, de geheimtjes van de kok... iets waar ik me echt wel van bewust ben... dat het kan mij gebeuren, en lag mij gerust uit... dat ik als schrijvende denk, hier moet een adjectief bij... want dat mm -hmm. is gewoon nodig voor de nuance... maar het moet wel twee lettergrepen zijn. Drie is uh, hè? De, niet dat ik Jambische boeken schrijf of zo, maar een zekere cadans zit er denk ik wel in. Dat, dat ontveins ik mij niet. Uh, en is, een dat, is, is een dat een soort office. je eigen esthetiek of heb je daar ook wel degelijk het publiek bij? Uh? Ik denk dat o, het makkelijker of? leest als een, als een, uh, als een als proza een beetje vloeiend is. Ja, dit zijn allemaal hele vage formuleringen en jij zult dat veel. Uh, hopelijk vanuit je vakgebied veel beter kunnen benoemen. Maar um, ik, ik denk, heel lang geleden in de middeleeuwen natuurlijk... was lezen, las je jezelf voor, hè? Dus ja. bij, ik geloof bij Augustinus komt voor, of over Augustinus... dat wil ik nou even afwezen... Ja. dat men helemaal verbaasd is dat hij kan lezen zonder zijn lippen te bewegen. Ja. Dus dat is het oude lezen. En je kan het nog wel eens hebben. Hè? In, uh, uh, de avonden, Gerard Reven. Dan uh, zegt hij van hey, ik ga nooit naar de bioscoop. Want je zal maar een tekstlezer ja, 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 krijgen. Die ja, 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 ja. zit dan de ondertiteling voor te lezen. Ja. <laughs> dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus we zijn nu helemaal aan het stillezen gewend. Maar ik denk dat je toch nog wel in je hoofd hoort vaak. Of in ieder geval, daar is iets. Dat, dat is misschien neurologisch al uitgezocht, maar die. die dat, dat werkt dat ken ik dan niet, maar dat er dus toch iets van mag ik het zeggen ja musicaliteit wel in dat proza van mij zit en ook wel een zekere parlando toon uh, Adam Gopnik uh, journalist essayist die ik ook wel weer zeer bewonder je ziet ik heb heel wat bewonder uh, ik bewonder veel goed ja. uh, die heeft ook gezegd van ik wil graag dat mijn boeken een beetje klinken zoals ik in werkelijkheid ook klink. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ben Veringa, <laughs> ik noem maar eens iemand, uh -huh. Nobelprijswinnaar scheikunde. Nou reken maar niet dat zijn publicaties klinken zoals hij in werkelijkheid klinkt. En het, waarom zou die ook? Maar bij ons of bij mij uh, is het wel uh, belangrijk. En waarom is het precies belangrijk? Is het belangrijk? Ja. Is het belangrijk? Voor jezelf, omdat je iets moois wil maken, is het belangrijk omdat je je boodschap daardoor aantrekkelijker maakt. Ja, nou, misschien zijn die twee ongeveer in evenwicht. Ik, ik, uh, het is zeker niet zo, ooit zeiden studenten tegen mij, toen had ik een boek voltooid. Ik denk het stemmen op schrift, en toen zou het gaan verschijnen. En toen zei ik op college iets over: van ja, ik ben wel gespannen, want het zal er over geschreven worden en zo. En, en toen zei een student die het goede met mij voor had, die zei, ja, dat zei u nou vorige keer ook. Uh, waarom maakt u zich daar eigenlijk zo druk over? Het, het, het gaat er toch alleen maar om of je het zelf goed vindt. En toen hebben we wel hartelijk gelachen en zei ik van nee, zo werkt het toch echt niet. Uh, een keeper van het Nederlands elftal die de zeven doorlaat en uh, na afloop zegt, nou, ik, heb wel, ik zat eigenlijk wel aardig in de wedstrijd. Die, die heeft, nee, nee. Da, daar kom je niet mee weg. Nee. Dus je wil toch wel uh, die erkenning. En, en die waardering in de eerste plaats ook in de wetenschap, dat blijft voor mij toch wel belangrijk. En ik ben altijd ook nu weer bang, bang, beducht dat een recensent schrijft. Nou, hij heeft mooie boeken gemaakt, alleen deze keer helaas niet. Weet je? Dus, dus voor mij is wel degelijk. Dat ook belangrijk. Heel belangrijk. En eh, sterker nog, ik, ik, ik schaaf ook zo aan die boeken dat op een gegeven moment zelf echt waar oprecht weet je niet meer hoe dat overkomt op iemand die dat gewoon fris gaat zitten lezen. Hopelijk fris. Uh, omdat je zo in zekere zin er ook bijna op uitgekeken bent. Is, is jouw laatste boek, dat ik nog niet heb gelezen, over, over Reinaard. is dat beter dan je eerste boek? Dan het eerste? Het eerste of... was mijn proefschrift. Het is in ieder geval heel anders. Ik zal in mijn afscheidscollege... Nou, is het beter was... dan Marlons Wereld? Nou... Nee, dat zal ik niet zeggen. Maar weet je, je komt nu bijna op het punt alsof je tegen ouders zegt, wie is je liefste kind? En daar krijg je ook geen antwoord op. Want zo werkt het niet bij ouderschap. En zo werkt het ook niet bij schrijverschap. Uh, wat, is, wat is je beste boek? Maar je kunt toch, leer, je, in ieder geval ja, het is toch denkbaar je dat vooruit. je leert in de loop van de tijd? Ja, misschien in sommige opzichten. Maar ik, ik denk dat ik de verschillen tussen die twee boeken vrij zuiver zou kunnen typeren. Maar of dat dan uitmondt in dat het een beter is dan het ander. Wat zijn die verschillen dan? Ja, de, de, je zit ook in een andere situatie. Kijk, of, toen ik over Jacob van Maarland schreef, er was over Maarland wel flink wat geschreven. Maar echt alleen maar voor specialisten en eigenlijk relatief weinig. Mm -hmm. Er waren edities van zijn werk. Maar wie, wie had dat nou gelezen? Mm -hmm. Met andere woorden, je begint op een hele andere manier dan bij de Rijnaard. Waar, waar iedereen clubs idee over van zijn. Heeft. Ja. Uh, clubs over zijn, uh, ja. waar duizenden publicaties over zijn. Dat ik overdrijf niet. Mm -hmm. um, en, en heel veel mensen wel een idee van hebben. Dat is overigens ook het leuke. Want het boek laat voor een deel zien dat die ideeën. En nou heb ik het niet over de, de specialisten. Die kennen natuurlijk de echte Middellandse tekst. Maar de Rijnaard is een echte klassieker. Uh, ja. Daar heb je van gehoord. Ja. Je hebt een beetje een idee. Ja. Maar je hebt hem. En dat zou ik ook nooit iemand kwalijk nemen, niet echt gelezen. Ja, ja. jij waarschijnlijk wel, maar. maar nee, ooit. Het is iets ooit. wat nummer één of nummer twee in de kanon staat. Ja. En ja. durf ik te zeggen, terecht, mm -hmm. als je aan die kanon mee gaat doen. Mm -hmm. Het is een meesterwerk, dat mm -hmm. is het ook, vind ik ook heel opvallend. Ik ben er nu weer jaren mee bezig geweest. Die tekst, die blijft helemaal overeind. Mm -hmm. Dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Je zou kunnen krijgen dat je op een gegeven moment denkt: nou, hè. terwijl ik weet, als ik vanavond hem weer ga lezen, dan zal die weer. Fris zijn en zo. Dat is echt het raadsel ook wel een beetje van zo'n van zo echt meesterwerk, durf ik te zeggen. Ja. Uh, hè, maar, maar dus mijn boek berust een beetje ook, althans het eerste deel draait er heel erg om. Iedereen heeft van Reinaard gehoord, maar bijna niemand kent de Reinaard. Wat zou dat eigenlijk zijn, die tekst waarmee het allemaal begonnen is? En waarom is die tekst zo beroemd geworden? Ja. Dat het inderdaad in de rij zit van Don Quixote, weet je wel? Van, oh ja, Don Quixote, wie heeft het nou gelezen? Mm -hmm. uh, dus dat is heel iets anders dan bij Maarland. Bij Maarland had ik in de proloog geloof ik ook het beeld van een dode potvis... of halfdode potvis die uh, op het strand ligt en die weer naar open zee wordt gesleept of zoiets. Bloemrijks. Maar ja, dat is, dat is, maar dit is, ver, is een zandard. verschil in het onderwerp. Hè? Ja. Ja. Niet een verschil in de verschillende manier waarop nee. je dat hebt aangepakt. Nee. Nou, en in de persoonlijkheid van de schrijver denk ik wel... dat de Reinaert is meer het boek van de intellectueel ook. Uh, Maarland is, als je wil, in de, waar we het daar straks over hadden... Pff. nog wat meer de, de onderzoeker. Nog, ja, ja 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 uh, uh, oh, je bedoelt ja, jou dit, dat boek van jou over Maarland was nog meer daar was nog meer de onderzoek aan het worden ja gaat en gaat eigenlijk is... alleen maar over Jacob van Maarland en en, en diens wereld wel maar dus het wordt al veel breder dan mijn proefschrift was uh, maar bij de Rijnaard uh, gaan de ramen nog wat verder open uh, nou ja, dat zul je hopelijk nog zien. Er uh, worden allerlei bruggetjes gelegd naar andere vakgebieden. en ook naar hele andere periodes zelfs. Omdat dat ook past bij de Reinhardt. omdat dat een, inderdaad ja. een tekst van alle eeuwen is. Moeten die ramen dan niet daarna nog verder open? Dat die hele middeleeuwen uit beeld verdwijnt? Nou. Um, uh, wat ik daar nog zelf aan kan doen is zeer de vraag, maar, maar uh, daar heeft een keer iemand gezegd en ik dacht verdraaid: uh, die zei uh, study problems, not periods. Ja, uh, dat is voor mij nu een beetje te laat. Ik ben wel een echte medievist geworden, dus het, het, is, het is echt zorgelijk hoe weinig ik over Vondel weet. Uh, of, mm. Nou ja, ga zo maar doen. Mm. Uh, uh, en dat idee. historie eigenlijk... van Hoofd. Ja, historie van Hoofd. Of de biografie, biografie van Vesdijk. Of zo. Uh, iets wat ik in theorie heel graag zou kunnen. Of Huigens. Maar dat zit er niet meer in. Dat zit er niet meer in. Omdat ik ook nog denk dat je toch ook een, een vloer zo... van deskundigheid moet hebben. En, en niet een boek moet gaan schrijven over ik en Vesdijk. Nee. Nee, dat denk ik, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, Ondanks heb ik een. Uh... Lezing gegeven in Nijmegen over Cornelis Verhoeven. Okay, dat uh, ja, de boeken Nijmegen, van Cornelis tuurlijk, Verhoeven tuurlijk, tuurlijk, ja. naar Nijmegen zijn gekomen. En toen heb ik bekend dat uh, voor mij heel belangrijk was, toen ik scholier was, een boek van Cornelis Verhoeven. Inleiding tot de verwondering. Aha, dus, dat is ja. dus heel juist, heel breed, want dat is een soort filosofie en dat is in, in zijn ogen gaat dat echt over alles. Maar daarin zit. Uh, een passage die gaat over het belang van specialisme. Oké. Okay. Dus hij geeft eigenlijk het advies: word specialist op een bepaald gebied. Uh, want dan kun je daarna over alles meepraten <laughs> vanuit dat specialisme. Ja, nou. En dat heeft voor mij echt mijn. Ik denk, dus filosofie vond ik heel interessant, maar dat heeft voor mij, en dit was een inleiding in de filosofie, <laughs> en dat heeft voor mij een, een rol gespeeld in beslissen: ik wil inderdaad iets heel kleins. Studeren. Ja, nou, dat was een heel wijzig vriend. Ik ken het werk van Verhoeven helemaal niet. Het is voor mij een naam. Uh, maar als ik dan weer zoiets hoor, dan denk ik, ja, daar heb ik dus echt iets aan gemist. Dat ja. ik dat nog niet ken. Mm -hmm. uh, ik herinner me overigens ook, hij kreeg op zeker moment de PC-hoofdprijs. Ja. En toen stuurde, als ik me wel herinnerde, mijn zo dierbare VPRO. een journalist naar hem toe voor een televisieportret. Dat, heb, zei... dat herinner je je goed. En ja. die zei toen tegen Verhoeven: Stel nou eens dat je niks van uw werk weet. Uh, en, en je zou toch uh, ja. wat willen horen. Nou, laat ik maar bekennen, ik, ik heb er zelf niets van gelezen. Ja. Wat vind ik dat, ik dat ik u zou moeten vragen als ik naar u toe zou komen? En toen zei Verhoeven, nou, ik zou het om te beginnen niet doen. <laughs> <laughs> ja. dat, dat, dat nam mij zeer voor hem in. Ja, en, en, ja dat fragment dat, is dat, op ja, YouTube inderdaad te vinden. Ja, potverdomme, uh, neem even de moeite om... Nou, je hoeft niet alles gelezen te hebben, maar om toch een beetje voorbereid. Hij heeft vroeger geloof ik 80 boeken geschreven, dus het is uh... Nee, maar goed, je kan er dan vijf lezen, zou ik yeah. denken. Als je die man gaat interviewen ter gelegenheid van zijn pc -elf. Maar goed, dit even uh, zeer terzijde. Uh, die keus van uit dat specialisme uitwaaieren ja, is zeer onbewust. Ook de mijne geweest natuurlijk. Uh, aan de andere kant ben ik, nou in mijn afscheidscollege zal ik daar ook op ingaan. Toch altijd ook wel bij de les gebleven. Want al die boeken gaan over middel Nederlandse letterkunde. Ja. ja. Uh, dus, dus ik ben helemaal het voorbeeld van. Uh, het, Gerard het Hoofd, uh, de, de, de fysicus, die uh, had als stelling bij zijn proefschrift. waar hij dus later de Nobelprijs voor zou krijgen. als laatste stelling. en dan moet ik hem even heel goed citeren: Een samenleving waarin iedereen veel weet van weinig. Is te verkiezen boven een samenleving. waarin iedereen weinig weet van veel. Ja. ja. Ik, in mijn hart ben ik het daar nog altijd mee eens. Hoewel ik tegenwoordig. in discussies over waar het heen moet met de universiteit en zo. toch heel erg een lans zal breken voor de wat bredere opleiding. Maar vanuit een. discipline, vanuit een specialisme, vanuit een vakkundigheid op een bepaald gebied. Is denk ik toch wel iets om, uh, om vast te houden. Maar dan, als je dan een breder publiek vanuit dat. ja, dan zul je je best moeten doen om die, uh, om die erbij te krijgen. Want, want met alleen maar een technisch verhaal over Van der Vos Rijnaarde, ja, dan zal dat niet lukken. En begrijpelijk. En, en... dan heb je dat kwadrant. Hè, uh, je kan over moeilijke dingen moeilijk schrijven. Je kan over makkelijke dingen makkelijk schrijven. Je kan ook over makkelijke dingen. Moeilijk schrijven. Sommige professoren, zeker in bepaalde landen, zijn daar heel erg goed in. En ik zit helemaal in dat hoekje van over nou ja, redelijk moeilijke dingen. redelijk makkelijk schrijven. In bepaalde landen? Um, ik ga niet vragen welke landen dat precies zijn. Nou ja, Duitsland is natuurlijk, terwijl ik zelf zoveel te danken Frankrijk. heb. aan de Germanistiek, uh, methodisch enorm doorgegrepen ben geweest. en heel veel respect voor heb. Maar laten we zeggen, dat bredere publiek, dat is niet hun, hun voor. Maar um, het zijn nog steeds dus boeken van 500 pagina's. Ja. Ja. En je kunt ook nog alle, er zijn ook nog allerlei andere vormen ja. dan dat geschreven woord. Zeker, al, uh, zeker. Om dat te doen. Ja. Ja. Dus dat is een andere kant van de zaak. Dus je kunt zeggen, ja, je, je, kunt het, je zou het inhoudelijk kunnen verbreden. Sommige mensen doen dat, die gaan veel breder... Uh, op de televisie vertel van alles en nog wat vertellen over van alles en nog wat ja. um, noemen zich uh, geen medievist meer, maar cultuurhistoricus of zo nemen ze ja, een soort breder dus meer maar cultuurhistoricus of ja geen zeker. meer dus ja. die nemen een soort bredere ja. label aan en daarmee ook nou dat heb je niet gedaan uh, maar dus je bent niet alleen maar bij je stijl gebleven inhoudelijk maar dus ook qua in vorm. vorm in de vorm dus het blijven ja. Boeken. Je bent de auteur over, over van boeken. boeken. Ja, boeken over, over boeken. boeken. Ja, dat klopt. En, uh, de, de, nou, Ik wil je best bekennen. En, uh, ik hoop niet dat dat koket klinkt. Uh, het, is gewoon, het is gewoon eerlijk. In de jaren dat ik nu met de Rijnaard bezig was... en dat grote boek... dat ik ook wel eens heb gedacht... zou ik de Rijnaard van de Vos Reinaarde niet een grotere dienst bewijzen... als ik zou proberen subsidie te krijgen. Misschien zou het nog lukken ook. Om een film te maken ja. over ja. Reinhard. ja. En daar zou ik eigenlijk meteen al ook allerlei associaties bij hebben, wat dat zou kunnen zijn. Ja. En omdat er vandaag de dag geweldig kan worden gefilmd, dan krijg je echt die natuurfilm. Ja. Uh, kan dat iets fantastisch worden? Als er in die jaren gebeld was door een uh, goede filmer uh, die zou zeggen die gezegd had Dit wil ik gaan doen, dan was ik in grote verleiding gekomen om daarvoor te kiezen. Wat, wat voor uh, soort film zou dat geteld? zijn? Een, een documentaire. Een ja, uh... ik zou niet een, een tekenfilm over Reinhard de Vos uh, gaan maken, hoewel animatie kan daar best een uh, kan je ook nog best ja. iets bij voorstellen. Ja. Ja. Maar ik zou dan toch eigenlijk het soort film willen maken zoals nu mijn boek is, namelijk het verhaal van waar is dat vandaan gekomen? Uh, en dan kunnen we ook nog naar plekken gaan, uh, plekken die in dat verhaal een rol spelen. Totaal onherkenbaar zijn, uiteraard, maar goed voor de sfeer. Mm -hmm. En uh, in mijn geval zeker ook, want dat is de tweede dimensie van mijn boek. Het gaat ook over die wetenschap die al twee eeuwen meer zelfs bezig is met die Rijnhaard. En al die bijzondere mensen die vanuit vaak zoveel hartstocht en soms zelfs obsessie. Met ja. die tekst zijn bezig geweest, ja. dus daar moeten we ook wat over laten zien, van laten zien. En we moeten wat van die handschriften laten zien. En we moeten wat uh, kenners van uh, de, vossen, uh, de, uh, de, de vossenstand ja. interviewen. En we moeten wat beelden hebben. En dan moeten we een discussie opzetten waar mijn boek nu mee begint. Dat volgens mij vossen helemaal niet zo slim zijn. Wolven zijn veel slimmer. Alleen er is een hele grote literaire traditie dat de vos een slim dier is. Dat gaat al terug tot tot kleitabletten uh, van 3000 jaar geleden. Ja. Uh, maar dat is heel sterk literair. Dat is niet biologisch gemotiveerd. Nou, dan gaat het dus om de vraag: wat doen? Hoe gaan we eigenlijk met de natuur om? Nou ja, je kan met die reinaard natuurlijk ontzettend verkanten op. Tot en met ook wat gebeurt er nu nog in een klas als daar de reinaard wordt behandeld. En er zijn gelukkig nog steeds leraren. Ze worden soms ook bij jou op de website genoemd die een hele klas mee weten te krijgen in dat fantastische verhaal over die vos. Ja. En dan vragen de kinderen letterlijk citaat van Joke Brasser uh, bij Nederlandistiek... stiek, uh, juf is het vandaag weer vossenles. Weet je, dat hopen ze dan. Weet je dat dat doet mij dan zo goed. Dan denk ik die kinderen die die breng je eens even naar iets anders. Weet je en dat ik wil niet zeggen dat hun leven gaat veranderen en het kan ook zonder. Maar het is toch een verrijking van dat leven. Dat dat durf ik uh, maar je hebt, je hebt gewacht op of er misschien iemand <laughs> ja, bij je, bij ja, je zou ja, melden om zo'n film te maken? Je bent niet, ja. ben niet op zoek gegaan naar iemand nee, zo'n nee, film. Nee, toe. dat gaat me dan een beetje te ver. Uh, uh, ik wil mezelf ook niet zo in de aanbieding uh, gooien. En bovendien, ja, ik, mijn eigen talent is misschien toch ook wel dat, dat schrijven. En, en een mooi boek over de Reinaard, nou, dat mag er zijn. Het vorige mooie boek over de Reinaard is al best heel lang geleden. En uh, ik vind dat die tekst dat ook wel verdient. En er zijn niet veel mensen die in de positie zijn dat ze daar jaren van hun leven aan kunnen wijden. Misschien is er zelfs maar één iemand die in die positie was. Mm -hmm. Begrijp me niet verkeerd, ik ga helemaal niet doen alsof ik dit als een soort heilige roeping beschouw en alsof ik een geschenk aan de wereld. Het is mijn eigen drang, daar heb je hem weer. Maar nou ja, die heeft dan. Die mag er zijn, naast heel veel andere waardevolle dingen. En die film over de Rijnhardt. Misschien komt die er nog, hè? Dat, dat zou ik wel heel mooi vinden. Uh, en vergeet Vlaanderen ook niet. Uh, ik zou heel graag uh, daar ook mensen gaan bevragen... wat betekent de Rijnhardt eigenlijk voor u? Want dat levert daar nog veel sterker. Je ziet jezelf wel een rol spelen ook in die film. Nou, als, als interviewer, dat is een van... Hè, soms vragen ze wel eens van... wat had je anders kunnen doen? En zo, en dan... Dat zegt ook iets voor mij... ik heb dan niet iets heel avontuurlijks... zoals beeldhouwer of... Ontdekkingsreiziger. Uh, uh, nee, maar journalist... journalist en interviewer, met name interviewer. Dus dat wij de rollen zouden omdraaien... daar zou ik geen enkel probleem mee hebben. Zou vraag maar wat. Vinden. Ja, dat doen we. Dat we vrouw, doen. De... Nou, Kom maar op. Nou, kijk, we hebben het al een paar keer nu gehad... over specialisme en breedheid. En ik weet dat jij een specialisme hebt. Tuurlijk. Maar... En dat is zonder vleierij, uh, vandaag de dag. En met name op die website Nederlandistiek, waar ik elke dag naar kijk. En bijna elke dag staat daar een stuk van jou op. Over soms totaal andere boeken die je gelezen hebt. Waarvan ik dan de indruk heb dat je daar een vrij aardig trefzeker oordeel over hebt. Of in ieder geval een goede appreciatie. Dus hoe je dat allemaal doet, dat is dan wel mijn vraag aan jou. Uh, want ik neem aan dat je. Ook nog college geeft en nog een, uh, een jong gezin. Uh, uh, die breedheid, om dat te combineren met een academische standaard, hè? want uh, gewoon even een stukje schrijven. Nou, dat uh, ja, mag ik het zeggen? Duivelskunstenaar. Ja, maar dus er zijn een soort twee dimensies aan. Dus, want je, dus je ligt erg de nadruk op de hoeveelheid daarvan. Dat is denk ik één. Dat, ja, ja, de frequentie en, de, en de, frequentie. de actieradius. Maar het interessante is misschien nu wel de, dus de breedte. twee dingen zijn natuurlijk eigenlijk los van elkaar. Want je kan ook iedere maand iets schrijven over, een onder, of, over steeds ja. een ander onderwerp. Ja, uh, ja ik... Dus, ja, ik, ik uh, ik probeer dat eigenlijk toch ook wel dat vast te houden dat er een soort kern is van waaruit je naar de wereld kijkt. Mm -hmm. ja, de Nederlandistiek, de Nederlandstiek ja. bestaat traditioneel zeggen we dat er een soort van drie hoofdtakken zijn van de Nederlandistiek. Mm -hmm. Namelijk taalkunde, die de taal bestudeert, taalbeheersing, die bestudeert hoe wij zo effectief mogelijk gebruik kunnen maken van de taal. En de letterkunde die gaat over de prachtige dingen die er geschreven zijn in de taal, zou je kunnen zeggen. Uh, er is een soort van specialisme, waardoor je zegt ik ben taalkundige, ik ben taalbeheerster, ik ben letterkundige. En daarbinnen zelfs zijn mensen nog uh, gespecialiseerder. Ik beschouw mezelf echt wel als, één taal, als een taalkundige. Ja. Die kijk, maar die op die manier kijkt naar die andere onderwerpen. Ja. En... Uh, ja, er zit geen programma achter. Het is meer wat ik nee, ben. Nee, maar het zijn wel het is... keuzes. En, dan, uh, en niet alleen incidentele stukjes elke dag... maar ook de keuze om een zomer met Manon Uphoff te verbrengen. Of uh, Multatuli ja. uit te gaan kammen. En, en uh, ik zit hier niet om je op te vrijen, maar, maar welke Nederlander... Nee, dat dit interview heeft Doet nu dat... eigenlijk wel weer lang genoeg geduurd. Doet dat, Doet dat nog, hè? En dan doe je dat ook nog. Kijk, ik ben... Op een zeker moment, natuurlijk toen ik universiteitshoogleraar in Utrecht werd en ook de kanon ging doen en president van de KNW werd en zo, ben ik de Nederlands nooit ontrouw geworden, maar ik ben er wel uitgegaan. Ja. Ik heb ook uh, de laatste twintig jaar ontzettend weinig colleges gegeven aan Nederlanders. Ik heb dat overigens wel jammer gevonden. Ook daar had ik wel iets ja. vaker misschien ja, 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 te gast ja. willen zijn. Maar goed, uh, daar zitten mensen die nu voor die vakken zorgen. Dus dat is ook hun eerste verantwoordelijkheid. Dus dat, 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 daar moet ik ook niet over mopperen. Uh, maar ik ben een beetje weggegaan van dat vak. Maar jij zit er nog steeds helemaal in. En jij speelt op al die piano's of je houdt al die bordjes in de lucht. Nou, chapeau hoor. Ja. Ja. Nou, kijk, okay, dus nu draaien we de rollen weer om. En dan kan ja. ik eigenlijk als feedback nu geven op jouw interviewtechniek. Hm. Dat. Je brengt wel meteen de geïnterviewde enorm in verlegenheid. Ja, ja. <laughs> ja. Je, er valt misschien nog iets aan te doen. <laughs> uh, uh, maar wat ik, ik. eigenlijk vandaan. Uh, hoe was het met je ouders? <laughs> nee, was, nou, wat nou, nou, maar maar. <laughs> Israël deed dat altijd, hè? Ik, ik, dat is overigens de enige, denk ik. Nee, twee. Ik heb twee keer. Interview afgeslagen. En één keer was Ischemeijer. En dat was natuurlijk op een bepaalde manier heel erg stom. Want dat was een hele goede interviewer. Maar ik, hij vroeg het net in een periode dat ik gewoon. Ja, het, laten we zeggen, mentaal gewoon wat moeilijker had. En ik wist, als ik naar Israël Meijer ga... Dan breekt hij daar doorheen. Dan breekt hij daar meteen doorheen. Want die zou bij zo'n boek van de Reinhardt meteen zeggen... Nou ja, dat is een dik boek over de Reinhardt. Moet ook gebeuren, zei hij dan altijd. Maar waar komt dat, die fascinatie voor dat onderwerp vandaan? Hè? En dan in twee vragen was die bij ja echt hele uh, persoonlijke dingen. Ja. Knap. En, en ik heb niks te verbergen, maar je wil er niet altijd over praten. Uh, nou ja, dat maakt het wel tot een mooi vak. Als je daar een beetje een balans in kan houden zonder mensen nou zonder in, een, in, een naar, uh, in het nauw te drijven, dan gaat het helemaal niet om. Ja. Maar wezenlijke drijfveren. Dat is overigens ook, dat heb ik nu in dit boek veel meer getoond. In die andere boeken, eerdere boeken, is dat veel meer impliciet gebleven. Daar we zeggen de passie en ook wel de persoonlijke keuzes en het persoonlijke engagement achter dit soort werk. En en achter de liefde voor deze tekst en voor dit vak. In mijn eerdere boeken, uh, ik, ik heb het nog niet nagezocht voor zover ze gedigitaliseerd zijn, maar zul je het woord ik, mm -hmm. ik in de zin van Frits van Oostrom, mm -hmm. niet of vrijwel niet tegenkomen? Ik denk helemaal niet. In het hele Maarlands wereld komt geen ik voor. Ja, het ik van Maarland. Ook niet veel trouwens, hij gebruikte zichzelf ook niet veel. Ja. In dit boek ben ik die grens wel overgegaan. En uh, begint het ook of, na de proloog met uh, mijn eerste kennismaking met de Reinaard. En er komt heel veel ik in voor. Uh, om juist ook te tonen uh, van mezelf. Maar volgens mij geldt het voor heel veel wetenschap. Alpha, maar ook Beta. Er zit toch heel vaak dat persoonlijke verhaal bij. En we hebben een beetje afgeleerd. Om daarvan te getuigen, hoewel vandaag de dag en zeker in bepaalde, bepaalde subdisciplines, bijvoorbeeld bij de gender studies of zo, zijn ze daar veel eerlijker over. Dat laten we zeggen in de hoek van Rosie Braidotti en zo, zijn ze vaak heel erg openlijk over hun persoonlijke engagement bij een bepaald onderwerp. Nou, dat zou Gerritse, WP Gerritsen heel erg hebben afgekeurd. Zo schrijf je niet over wetenschap, in de wetenschap, terwijl hij zelf ook een heel sterk persoonlijk engagement had. Dus het was er wel, en ook bij Frank Lulofs en bij Le Hellinga en al die Reinhardt-specialisten, ik weet dat omdat ik hun werk goed ken. Ja. En ik haal het nu naar boven. Ja. Ik wil ze niet meer interviewen, want ze zijn overleden. Maar ik durf wel over die persoonlijke kant te schrijven. En ik denk dat het ook voor studenten goed is dat we dat durven tonen moet niet gaan overheersen, zou Gertsen ze zeggen. Nee, maar om een soort voorbeeld te hebben van... zo kun ja. je, je zijn, zo kun je hun hun leven in af de af wetenschap. Om, ja. Ja, er, er zit bovendien in dat je... Je zei nu daarnet al dat uh, Reinhardt... wordt terecht een meesterwerk genoemd. Ja. Uh, Marland schreef misschien ook wel meesterwerken... maar ja, dat maar is, toch minder, is, niet niet is, niet is niet speciaal je. mooi. Hoewel de strofische gedichten dat dan weer wel zijn... maar daar heb ik eigenlijk te weinig aan gedaan in Malands Wereld. Ja, ja. En je hebt natuurlijk delen van de literatuurgeschiedenis geschreven waarin ook allerlei prachtig werk aan de orde komt. Maar ook allerlei niet-prachtig werk. Zeker. Ja, die horen er ook bij. Ja. Hè? In dat opzicht sympathiseer ik ook wel met de mensen die zeggen: ja, we moeten toch niet alleen maar kanon doen. Nee, maar nu gaat het dus wel degelijk over, de, over ja. iets wat. Dus het is persoonlijk, daar komt vaker ik in voor. Ja. Maar het gaat ook nog een keer over iets wat mooi is. Ja, absoluut. Is. absoluut. Ja, wat, wat... En ook nog actueel. Wat er ook... En, je, en waar je mensen ook naar, ook naar wil brengen. Dus ik weet eigenlijk ja. niet of bij Maarlands Wereld... of daar jouw nee. bedoeling was om mensen Maarland te gaan laten lezen. Nee. Nou, daar had ik niks tegen gehad, maar, maar dat, 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 dat stond niet voor. Het lees vervangend zou je kunnen zeggen. Ja. Lees nou maar Maarlands Wereld. Dan, dan weet dan je heb zo, je, ja. je goede... Dat is een goed punt. Uh, hier zit ook een nieuwe editie van de Middel-Nederlandse tekst bij. Die ik ja. samen met Ingrid Pisseuvel heb gemaakt. En daar hebben we ontzettend veel energie ook ingestoken. Filologische energie. Want die hele overleving van de Reinaard, dat weet je waarschijnlijk, is behoorlijk ingewikkeld. Mm -hmm. dus, dus het is nog niet eens zo simpel om te zeggen. Ja, de Reinaard, wat is dat eigenlijk? Ja, uh, ja en dat is dus de, le de letterkunde gaat natuurlijk. Uiteindelijk gaat het over mooie dingen. Je kunt zeggen, ja, de niet mooie dingen die horen erbij. Maar als die mooie dingen er niet waren, dan was er weinig reden om je met de literatuur bezig te houden. Ja, of in ieder geval, die mooie dingen zijn er. En natuurlijk kan daar ook verschillend over worden gedacht. In verschillende tijden vindt men andere dingen mooi. En ook per persoon kan men over verschillen. Allemaal tot je dienst. Uh, maar, ja, wat ik ook graag citeer, Maxime Februari: Schoonheid is een mensenrecht. En. Ik geloof ook heel erg dat het ook op onze weg ligt, niet als enige en ook niet per se als belangrijkste, maar om ook die schoonheid tot zijn recht te laten komen, te proberen recht te doen. Dat geldt overigens ook voor de schoonheid. Dat vraag ik me ook wel eens af voor. Heeft een bioloog dat gevoel nou ook ten aanzien van de natuur? Ik denk het wel. In veel gevallen. Mm -hmm. En heeft een astronoom dat ten aanzien mm -hmm. van de sterren? Reken maar. Een wiskundige. Reken maar. Mm -hmm. Een wiskundige ten aanzien van de mm -hmm. formules. De schoonheid, hè, het instituut mm -hmm. in, in Princeton waar, waar Robert uh, de leiding aan gaf... had als motto hè, truth and beauty. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk best opmerkelijk. Uh, maar, en zeker, kijk ook naar hem, Hoe, als je het nou over verleidelijk hebt... die hele oerknal, wij, jij en ik, snappen er nog steeds niks van... maar mm -hmm. we hebben er wel een fijn gevoel bij gekregen, dankzij hem. Hè. Mm -hmm. die, die verleidelijkheid, ja, die kan op heel veel uh, gebieden. En uh, wij, alfas, geesteswetenschappers, moeten toch niet... Ja, onze eigen objecten gaan, gaan, gaan afvallen. We hoeven ze ook niet overdreven op te hemelen. Uh, nee. Maar waar, waar we die schoonheid voelen, mag je daar ook wel van getuigen. Uh, maar ik probeer het ook wel weer te objectiveren. Want ik, ik zeg dat bijna ook provocerend. Reinheid is een meesterwerk. Maar je zou me kunnen vragen, waarom dan eigenlijk precies? Dan heb ik daar wel een heel verhaal bij. En daarom durf ik ook te zeggen, die tekst is helemaal overeind gebleven in die jaren. Ik, ik denk dat ik... Best kan benoemen op een aantal punten waarom de Reinaard helemaal bovenaan staat in de Nederlandse kanon. Hè? Want Max Havelaar had maar één stem meer. Hè? En, en van... dat is ook terecht. <laughs> ja, ja, ja. Dat vind ik ook mooi, heb ik ook in de kanon opgenomen. Hè? Max Havelaar en niet mm -hmm. de Reinaard. Maar, maar waarom, ik... okay, waarom staat de Reinaard? Waarom staat Reinaard... Je, wil, nee, je wil het heel nee, graag zeggen. Nee. Ja. Waarom staat de Reinaard in de Nederlandse kanon bovenaan en staat de Roman de Renard in de Franse kanon helemaal niet bovenaan? Ja. Dat, is, dat is niet zal ik de Nederlanders even helpen... omdat de Fransen zoveel meer keus hebben... en mm. zoveel betere schrijvers. Mm. Helemaal niet. Dat is omdat die roman De Renaar lang niet zo'n mooi werk is als Van de Vos Reinaarden. En wat is er dan zo mooi aan de... Ja, dat is een combinatie van uh, dingen. Dat is een bepaalde geestigheid... die mm -hmm. soms echt tot in formuleringen... Uh, kleine formuleringen, maar ook in het grote is. Hè. Het is allemaal... Het is... In heel veel opzichten is De Reinaard een moderne roman. Dat speelt in mijn boek... In dit boek nu ook een grote rol. En ja. ik heb er ook mijn eigen verbazing over durven uitspreken. En geloof ik zelfs letterlijk geschreven. Ik had nooit gedacht dat ik dit nog eens zou schrijven. Maar eigenlijk, terwijl mijn hele werk berust op te laten zien hoe historisch gebonden die middeleeuwse literatuur is, Jacob van Maarland in zijn wereld, Jan van Brederode in zijn wereld, moet ik hier toch toegeven: de Reinaard is van alle tijden. En de Reinaard is. Op een bepaalde mis manier, misschien niet eens zo middeleeuws. Mm -hmm. Mm -hmm. Misschien ook omdat het een dierenverhaal is. Hè? Dieren dateren minder snel dan mensen. Maar je hebt dat gevoel, misschien altijd wel bij iets wat heel erg, mo ja, heel erg mooi is. dan denk je altijd: ja, dat is van, zou ook nu gemaakt kunnen zijn. Ja? Nou ja, Goethe, uh, de Reinhardt-bewondering is begonnen bij Goethe. Hè? dus bij de kunstenaar. en niet de wetenschapper, hoewel hij natuurlijk ook een, wel een genie was. Die liep tegen de Reinhardt aan. En zei meteen: Dit Zonder Goethe even... had jij jouw boek niet geschreven. Nou, nou ja. ja. He, maar Goethe zei letterlijk: Dit heeft een dichter even geleden gemaakt. Wie is dat mogelijk? De stof is ja von van gisteren heute. En dat is nog steeds zo. En ik ga ook de politici in Den Haag voorhouden om meer Rijn te lezen. Of in ieder geval dit boek dan. Ik ja, verplicht mee. dit boek <laughs> ik, ik wil zelfs, laat ik het maar bekennen. Uh, maar de zit Nederlandse, op. ja, hey, die, die, die pak ik bij zijn kladden. Maar, uh, en die gaat dat ook wel, <laughs> wel even, even nog doen. Dat kan hij er nog wel bij hebben. Maar uh, ik hoop de Nederlandse taal en de politieke uh, vocabulaire te verrijken met een nieuwe term. Namelijk de vier-apel-oplossing. En Zoek dat die maar is? Op. Ja, die gaan we nu nog niet verklappen. Dat is het slot van de want wat iedereen altijd vergeet. Reinhard heeft iedereen ertussen genomen, tot en met de koning zelf. Dat is alleen in de middel-Nederlandse versie. Hè? Ja. In het Frans is dat niet zo. Ja, ja de koning heeft zich door Reinig laten bedotten. Maar de koning is niet corrupt gebleken, omdat hij toch eigenlijk liever zelf een schat had dan iemand gerechtvaardigde gerechtvaardigde en reeds uitgesproken doodstraf te vonnis. Dus die koning blijkt net zo vuilbaar als. Als een onderdanen. En dit in een middeleeuwse context hè, met charismatisch koningschap, heilig koningschap, sakraal. Ongelooflijk ontluisterend beeld van die koning. En bij Reinhard schaat het niet, dan baat het niet. Dus niet alleen moet die koning verliezen, maar hij moet ook publiekelijk afgaan. <laughs> publiekelijk moet blijken dat hij helemaal verkeerd is... en dat Reinhardt gewonnen heeft. Reinhardt is al vertrokken. We zien hem niet meer terug in het verhaal. En dan krijg je dat ingewikkelde dat hij die, die kop van Kuwait de Haas afbijt... en die stuurt hij terug, zogenaamd als brief, voor de koning. En dan wordt die brief, die zal worden voorgelezen... en dat blijkt de kop van Kuwait te zijn. Nou, hè, een, een, een totale blijk van minachting... jegens het gerecht. Het is een, nou ja, een beetje flauw gezegd, opgestoken middelvinger. Ik heb jullie er allemaal tussen genomen. En dan wordt beschreven aan het slot van de Reinhard dat de koning... sloeg zijn hoofd neder... Hè, in, in ontluistering... en... Up zo so lang, zo so hiefiet hief weder, hè, uh, heeft dit weer op... en stoot eruit in dat vreselijkste geluid... dat ooit van dieren gehoord waard. Alle dieren waren vervaard. En de koning zegt, ik haat mezelf, letterlijk, hè. Ik haat mezelf, ik heb mijn eer verloren. Ik wilde dat ik dood was. Totaal démasqué van die hele hofwereld. Ja. Vraag het een roman, moderne romancier en die zegt... tot hier en niet verder, dit, dit is het slot... Toen sprang daarop Heer Virapeel, die Lubaard. Hij was een deel des Koningsmaags, mocht wel doen. Het Opeens, dat hele luipaard, dat hebben we nog niet gezien. Dat is totaal niet in het verhaal voorgekomen. Die springt daarin en die zegt: Koning, waarom zulke, zo dramatisch? Het is toch allemaal niet zo erg? We gaan met z'n allen Reinhard achterna. We gaan Reinhard vangen. En als we hem dan hebben, dan hangen we hem op. En intussen, Belien de Ram, de domme beest, dat wordt opgevoerd aan, aan Isengrin en Bruun. Die gemarteld zijn. En die krijgen nou een schadeloosstelling. Mogen ze tot in de lengte der jaren mm -hmm. schapen opeten en zo. En met vier april dat ze gingen en maakten paus van. Van alle dingen. Nou, alle moderne schrijvers zullen zeggen: ja, zeg, dat is een krankzinnig slot. Dan wordt het weer even gerepareerd in twintig verzen. Het was toch juist helemaal kapot en daar ging het verhaal toch om. Maar daar moet de politiek juist naartoe? Nee, mijn stelling is: zo werkt politiek. Het is een drama. Het is een démasqué. We, ja, we moeten verder. Dus wat gaan we nou doen? We verzinnen een oplossing. Zo goed mogelijk als we kunnen. Extent en pretend, zeg maar dan in Brussel. Uh, uh, en dan gaan we doen alsof we daar heel erg in geloven. We gaan Reinhard vangen en ophangen. Waar ga je hem vinden? Hij is weg. Uh, maar we doen gewoon, nee, die gaan, we, die gaan we opvangen. Dat is een beleidsvoornemen. En met 4 en er rollen een paar koppen van onbelangrijke figuren, die ramp. <laughs> hè? En uh, morgen is er weer een dag, glas, was, plas. Weet je wel. 4 oplossing het wemelt ervan.